Dit keer gaan we een ander soort video doen. Verona is kreupel geweest en daarmee komen allerlei emoties naar boven. Maar natuurlijk ook zorg en hoe ik dat aangepakt heb. Ze is overigens nog nooit kreupel geweest. Dat is niet helemaal waar. Ze is één keer, een paar dagen, heeft ze niet helemaal super gelopen. Maar in die 3 jaar is ze verder nooit echt kreupel geweest. En bij de vorige eigenaar eigenlijk ook niet. Dus toen ze nu kreupel werd, dacht ik van nou weet je, het zal 3 dagen duren en dan is het klaar. In dit geval bleek dat dus niet zo te zijn. De dierenarts is erbij geweest, die heeft er ook naar gekeken. En er is uiteindelijk niks echt vastgesteld. En ik laat nu zien hoe zij van 14 november vorig jaar kreupel geraakt is. En hoe we tot eigenlijk 27 januari 2019, dus dit jaar, bezig geweest zijn om er weer helemaal terug te krijgen naar het springen ook. Ik vond het vrij moeilijk, omdat het anders was dan anders. En wanneer schakel je wel een dierenarts in en wanneer schakel je geen dierenarts in. Dus ik laat nu het hele verloop zien. Ik heb steeds stukjes tussendoor gefilmd over de maanden heen. En daar heb ik nu een hele video van gemaakt. Dus daar kan je nu naar gaan kijken. Nou, ik zou gaan springen met Verona. Om een beetje te oefenen, want ik wil wel weer een beetje wedstrijd gaan rijden. Maar dan ging ik heb helemaal springzadel opgedaan, pinskappen, borsttuig en zo. En dan kom ik in de bak en ga ik een beetje rijden. En toen ga ik galopperen en toen liep ze eigenlijk niet zo lekker. Dus we gaan even kijken. Dan heb ik het weer op voor vandaag. Nou, we gaan even kijken. Laat maar zien dan. Nou, ook wel in de rand. Ja, kom maar. Ja. Doe maar terug naar draf. Ik zie het. Het is niet eens draf. Nee, ze gaat gelijk stappen. Nou, wat gaan we doen? Ja, dat is natuurlijk wel gebeurd. Wel eens met een paard. Kan zijn dat het verkeerd gelegen heeft of spierpijn iets verrekt. We hebben best wel hard gewerkt met haar de laatste tijd. Ze heeft wat minder vrij gehad. Ik denk zelf dat ze iets verrekt heeft of dat ze verkeerd gelegen heeft. Dus we gaan nu eventjes een paar dagen met haar stappen en kijken of dat helpt. En als we klaar zijn met stappen ga ik van het weekend wel even kijken. Het is vandaag woensdag. Dus dan ga ik denk zaterdag, als ze dan goed gewandeld heeft, ga ik gezellig met haar wandelen weer door heel mijn sluis. Ja. En dan gaan we even kijken hoe het... stap valt het eigenlijk wel mee. Maar dan ga ik even logeren. Dan ga ik even kijken hoe dat gaat. En als na het weekend niet over is, dan bellen we mijn vriendin, de dierenarts. Ja, ja. Ik heb het broontje aan het logeren. Net de andere kant al gehad. Toen was de regenboog er nog niet. Als je ziet, loopt ze wel beter. Gaan we daar. Drrr. Maar het is nog niet over. Aan de andere kant loopt ze... ietsjes minder, niet heel erg. Het is gewoon niet over nog, dus we houden het nog eventjes op. Heel kort even in de paddock logeren. Nou ja, logeren, draven. En veel wandelen, want ze krijgt een beetje last van, weet je die dingen, stalbenen. Nou, niet een beetje, heel erg. Ze kan de achterbenen niet zo heel lekker meer optillen. Maar, dus er moet even iets meer beweging in nog. Dan wandelen we elke dag een half uur. En nog 2 keer eruit, dan lopen ze meestal 10 minuten of kwartier. Maar het is toch te weinig om de stalbeentjes goed te houden, helaas. Gaan we even buiten omwandelen. Vandaag is 5 december, dus vanavond hebben we Sinterklaas thuis. Monique was zo lief om vandaag al 2 keer met Verona te wandelen. Omdat die inmiddels stalbenen heeft van het stilstaan van de afgelopen 3,5 week. Nou ja, stilstaan, weinig... niet rijden en alleen wandelen. En, in het begin mochten ze natuurlijk maar 10 minuten, dus dat ging niet zo goed. Ik merk wel dat we allebei een beetje, ja, kriegelig, is dat het goede woord, aan het worden zijn. Loop maar even gewoon door, schat. Ja. Naast je paard wandelen, als ze koliek hebben gehad, is toch anders dan als ze kreupel zijn, denk ik. Ervaar ik. Ik weet niet precies, maar... ik merk wel dat ik zoiets begin te krijgen van, ik wil dat het over is. Ik wil gewoon weer rijden. En ik merk aan Verona ook dat, ja, ze is natuurlijk altijd braaf en ze is altijd geduldig. Maar ze begint een beetje, ja, misschien mijn reactie over te nemen. Dat kan natuurlijk ook. Het
gewoon aan mij ligt. Omdat ik kriegelig word, dat zij ook kriegelig wordt. Nou ja, ze is hartstikke mega braaf, kijk maar. En ze loopt keurig mee en ze is echt, ze doet het helemaal goed. En ik ben natuurlijk super blij dat ze gewoon netjes zichzelf is en dat het goed gaat. Maar ik merk toch dat ik nu zoiets begin te krijgen van nou, ik zou er nou wel weer eens een keertje op willen. Dus egoïstisch, ja, dat ook. Ik weet het. Maar voor mij is paardrijden mijn vrije tijd. En ook zorgt het ervoor dat ik zen blijf. Dat ik een aardigere moeder ben. Dat ik beter voor het huis zorg. Dat ik makkelijker mijn werk aan kan. Het is mijn beweging. Het is best veel. Dus dan is het lastig als je dat 3,5, 4 weken niet hebt. En het dan dus eigenlijk op je eigen... Oh, voorzichtig. Ga maar. Kom maar, Frank. Kom. En dat je dus op je eigen zen moet teren. Daar heb ik volgens mij niet zoveel van of zo. Ik weet het niet. Nou ja, we gaan even lekker wandelen. En misschien dat het dan weer beter gaat in mijn hoofd. Nou, en terug op middel. Wat we lekker hebben. Even een half uurtje gewandeld. Even de beentjes afgespoten. Want er zat ongelooflijk veel drek op. Overal is modder. Het is natuurlijk nat weer. Ja, het voelt wel beter. Maar ik wil nog steeds rijden. Ja, ik ben een piepdoos. En ja, het is egoïstisch. Ik weet het. Neem niet weg dat je dat gevoel soms hebt. Ik denk dat we allemaal wel eens egoïstisch zijn. Maar ik ben wel heel blij dat het goed met haar gaat. En dat ze goed loopt. Dus morgen gaan we weer even longeren om te kijken of dat ook goed gaat. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat ze rustig opgebouwd wordt en ondanks dat ik me zo voel, er niet zo op reageer. Dat is altijd wel vereist dat je wel blijft nadenken. Oké, dit is niet grappig. Ik heb heel even gelongeerd en dus even aan beide kanten een klein stukje gedraafd. En ze loopt kruipel. Dus nu sta ik op een, heb ik een dilemma. Ga ik direct al naar een kliniek toe om het na te laten kijken? Of kijk ik het nog 2 weken aan? Ik weet het even niet. Ik weet wel dat voor kreupelheid ik altijd wel naar een kliniek toe ga. Ik dat niet door de gewone dierenarts laat oplossen. Dat hebben we met Sterren helaas geleerd. Niet te lang blijven doordokteren, laat ik het zo maar zeggen. Met Sterren had het anders kunnen lopen als ze gelijk naar een kliniek was gegaan. Dus dat is een beetje mijn zorg. Aan de andere kant is dat ongelooflijk duur. En dat soort rekeningen zit ik eigenlijk niet op te wachten. Geld is niet altijd belangrijk, maar dit zijn wel hele hoge bedragen. Dan kom je in de 3 nullen terecht in plaats van de dierenartsrekening van 2 nullen. Dus dat is de overweging. Maken we 6 weken vol of doen we na 4 weken? Nou ja, ik ben nu op 4 weken 2 dagen, dus misschien dat ik nog 1,5 weken het aankijk. Ik bedoel, we zijn toch alleen maar aan het stappen, dus iets kapot maken, dat zal wel niet. En als het na 6 weken nog niet over is, dan wordt het wel zorgelijk. Dan word ik daar wel ongelukkig van. Dus nou ja, goed. Ik denk er nog even over na. Helaas kwam Veroon vanmorgen kreupel er box uit. In stap hebben we het nog niet gehad, maar nu dus wel. Ik moet wel zeggen, we zijn nu denk ik 1-2 minuten aan het lopen en dan gaat het wel beter. Maar dit hebben we nog niet gehad. Nou had ze gisteren natuurlijk een gekke bokkensprong gemaakt. Dus ik denk dat ze verkeerd terecht gekomen is. En nu heeft ze dus extra pijn. Wat ik echt heel vervelend vind. En heel naar. Niet doen, meisje. Kom maar. Ik zal even laten zien. Wat zo braaf. Je ziet het aan haar hals. Ze loopt erg met haar hoofd omlaag. En ze zet dus het linker voorbeentje wat korter neer dan het rechter voorbeentje. Ze neemt kleinere pasjes. Ik ga even de standaard pakken, want ik ga Verona uit haar box halen. En dan kunnen jullie meekijken of ze kreupel de box uitkomt of dat het wel meevalt. Eigenlijk ben ik best een beetje zenuwachtig, want het is nu 1 week geleden dat de dierenarts zei dat we er wel weer op mochten gaan bouwen. En dat ze die gekke boksprong gemaakt heeft, was natuurlijk vlak daarna. En nu zijn we dus alweer weer 1 week aan het stappen. Dus we zitten nu op bijna 5 weken. Nou ja, dat is op zich natuurlijk niet erg. Allerlei emoties gaan wel door je heen, maar ja.
vind het voor haar vooral heel vervelend. En ik merk dat ik er toch wel wakker van lig. Dat dus. Nou, zoals jullie mee hebben kunnen kijken, het is niet zo erg schiften. Maar het is zeker niet zoals het moet zijn. Hoofd laag. En ze heeft er toch wel last van. Maar ja, gisteren was het veel erger. Dus in die zin hoop ik dan dat het toch beter gaat. Nou, nu doet ze de hoofd even omhoog. Maar ze doet eigenlijk de hoofd de hele tijd omlaag. Ze heeft het niet heel erg. Ze heeft het niet heel erg naar de zin. Vervelend. Maar ja, volhouden denk ik met stappen en rustig aan. En dan even een paar dagjes afwachten. Want ja, natuurlijk wil ik wel weten wat het is. Maar over het algemeen is het advies van ook een kliniek stappen. Dus we houden ons nog maar even aan het stappen. Ritme. En als dat niet verbetert, dan gaan we gewoon naar de kliniek. Zo, niet het mooiste weer van Nederland, maar we gaan weer wandelen. Vanmorgen ging het op zich goed met Vroontje. Minder kreupel, minder stijf, dus dat is heel fijn. Dus ik ga er nu weer eruit halen voor de derde keer vandaag. Ze heeft wel de hele dag al een rekentekst op daar. En dan gaan we even kijken hoe ze loopt. Ja, elke keer toch weer een soort zenuwachtig momentje, maar ze ziet fit en vrolijk. Wandelen dus. Ze lijkt redelijk soepel te lopen. Jullie hebben het net op video kunnen zien. Ik moet dat nog even zelf kijken straks. Dus ik kan het nu niet echt heel goed zien. Maar ze lijkt rustig te lopen. Snap. Kijk, inmiddels loopt ze weer wat haar hoofd wat hoger. Ook weer wat meer geïnteresseerd. En ja, jullie zien dat misschien op de lijn niet heel erg. Maar ze chokte achter me aan en nu loopt ze gewoon weer met me samen. En ja, dat vind ik dan toch wel tekenen dat het beter gaat. Ze loopt ook soepeler, enthousiaster. Blijer. Dus dat maakt me wel gelukkig. Maar ja, dan ben je er nog lang niet. Zo, we zijn een kort rondje buitenom aan het doen. Gewoon toch, ik wil zeggen dat ze depressief aan het worden is. Maar ze was iets minder blij. Ze was wel blij, maar niet helemaal blij, denk ik. Dus ik neem er even mee buitenom. Even opletten vooral, goed zo. En dan wel kort, want ik hou toch maar rond die 10 minuten, een kwartiertje. Maar zo heeft ze wel even een andere view. Ik kan ze even ergens anders naar kijken. En zoals je ziet, doet ze dat ook. Ik heb niks gezien, ze struikelde één keer. Maar ja, we struikelen allemaal al eens. Maar qua instap en dan kreupel lopen zie ik niks. Maar toch hou ik het nog wel even vol. Nou, het regent, dus ik kan de gewone camera niet pakken. Dus even met mijn telefoon. Maar gisteren was vooral niet heel lekker. Ze had geen pijn in haar been volgens mij. Dus ik denk dat ze last van haar buik had. Koliekachtige dingen. Dus nu ben ik ook aan het wandelen in de regen. En zoals je het ziet, ziet het er nogal mistroostend uit. Neem niet weg dat het nog altijd beter is dan dat je naar Utrecht moet of naar een andere kliniek omdat je paard koliek heeft. Dus ondanks dat het niet altijd even fijn is in de regen, vind ik het eigenlijk meer. Ik kan er wel mijn leven. Met vandaag haar hoofd weer omhoog. Gistermiddag liep ze heel erg met haar hoofd omlaag. Nu moeten we even in de gietende regenzaampjes de darmpjes op gang brengen. We gaan even een flink stukje lopen. Kreupelheid is één, koliek ander. Dus 10 minuten wandelen per keer is te weinig voor haar. Dus ik hoop dat de kreupelheid niet erger wordt. Omdat we de koliek moeten proberen te vermijden. Nou ja, balans. Welke balans weet ik nog niet, maar ik ga nu in ieder geval halve minuten wandelen. Even update kreupelheid.
Kim gaat even met Verona rennen. Dan kan ik het filmen en bekijken. En dan gaan we eens even kijken hoe het nu gaat. Het is vandaag 21 december. Dus we zijn al wel een aardig tijdje bezig. Maar we gaan even naar rennende Kim en rennende Verona kijken. Komt u maar! Ja! Buiten dat Verona er geen zin in had en Kim eigenlijk ook niet, moet ik zeggen dat ik moet de beelden wel terugkijken, maar zo op het eerste gezicht zag ik niks. Dus daar ben ik wel heel gelukkig mee. Lampie is leeg, ook zie je het ooi aan mijn hoofd. We leven nu 30 december en het gaat met de kruipheid van Verona echt wel goed. Alleen op een of andere manier ben ik dan toch bang om haar te belasten. Kim heeft de afgelopen week toen wij op vakantie waren een keer op haar gestapt. En binnenkort gaan we even kijken hoe ze draaft. Alleen, ja, niet vandaag. Ze heeft vandaag gewoon gewandeld. Ze staat nu even in de molen. Dat gaat ook weer goed. Ik zal het even filmen. Zoals je ziet loopt ze netjes, keurig. Ook als ze de boks uitkomt, loopt ze netjes en keurig. Maar ik had mezelf voorgenomen dat ik heel december zou uitstappen. Dus dat gaan we ook echt doen. Maar ja, morgen is de 31ste. En dinsdag is dan 1 januari. Dus 1 januari lijkt me geen goede dag. Zeker niet met vuurwerk en dat soort grappen. Als ze schrikt, dat zie ik gewoon niet zitten. Dus 2 januari denk ik dat ik dan of zelf of Kim er even op zet. Of Tess, nou ja, iemand. En dan even kijken hoe het gaat. En of we weer zachtjes aan durven op te gaan bouwen. Maar ze lijkt het in ieder geval heel goed te doen, gelukkig. Zoals gezegd, ik ging december uitlopen. Nou ja, wij gingen december uitlopen samen met heel veel lieve mensen die geholpen hebben om Verona te laten stappen. En nu ben ik op 1 januari nog een rondje om de plas aan het lopen met haar. Kom maar, met zo. We horen nog hier en daar wat knallen, dus ik vind het wel een beetje spannend. Maar goed. We gaan dus nu, morgen denk ik, kijken hoe het gaat als we erop gaan zitten. En dan weer een stukje draven. Kim heeft er wel al op gezeten om te stappen. Maar ik wil nu even kijken hoe het gaat als we gaan draven. En dan hopelijk langzaam weer opbouwen. Zo niet, als ze toch weer kreupel loopt, ja, dan wordt het tijd om toch naar een kliniek te gaan of een dierenarts of iets. En dan komt er 15 januari iemand langs die gespecialiseerd is in benen. Dus dan gaan we dat doen. Maar ik hoop dat het niet nodig is. Vandaag is 2 januari, weer even een updateje. Vandaag gaan we dan voor het eerst weer even draven met Vroon. Ze stapt keurig. Kim heeft erop gezeten terwijl ze aan het stappen was. Dat ging prima. Toen had ze zelfs nog een dansje gemaakt omdat ze iets niet wilde. En toen ging het ook prima. Kim vertelt. Kijk, daar komt Kim. Vroon heeft niet zo lekker naar buiten te gaan. En ik ging langs het bruggetje om naar buiten te gaan. En die stond toevallig open. En ja, dus ze dacht, nou, we gaan echt niet naar buiten. En toen ging ze op de achterbeen staan draaien en zo. En de korte bochten zijn wel gelukt. Onder dat ze stuk ging. Achterbenen draaien is natuurlijk prima, want ze was aan de voorbeen kreupel. Maar we gaan dus nu eventjes op haar draven. Nou ja, niet we, Kim. Die is namelijk en handiger en sowieso nog lichter dan ik. Ondanks dat ik heel veel kilo's kwijt ben. Maar op die manier kan ik zelf even kijken hoe het met haar gaat. En dat vind ik wel heel fijn. Dus we gaan het even zien. Oké, het is zover. Ze zit erop. Dan gaan we even naar haar benen kijken. Van dichtbij ook nog. Zo, ik moet even doorstappen met die zuchtende. Ik zie nu in ieder geval geen verschil tussen links voor en rechts voor. Witte voetje is het kreupele voetje. Of het kreupele, ik hoop het kreupele voetje geweest. Daar gaan we nu op hopen. Maar Kim gaat eerst eventjes rustig losstappen. Omdat we natuurlijk niet in één keer weer van alles willen doen. En zeker als je al ergens last van gehad hebt, moet je eerst even een beetje warm zijn. Dan gaat alles makkelijker. Dus ze loopt nu lange rechte lijnen, soort van. Ish. En de stap ziet er in ieder geval goed uit. Dus daar zijn we alvast blij mee. Dan gaan we straks naar het draven. En nu op de rechterhand. Kijken we ook even naar de stap. Of we iets zien. Het is wel zo dat als je paard kreupel geweest is, of kreupel is, of wat dan ook. Dat je bij alles twijfelt. Ja. Bij alles heb je het idee, is dit wel zoals het was?
Dus dat is wel een dingetje waar je ook wel... Zeker, dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Videobeelden kunnen helpen, dan kan je thuis gewoon nog een keer bekijken. Nou, daar komt het moment. We gaan nu op de linkerhand eerst, dus dat is de makkelijke kant. Laten we kijken. En ook rechtdoor. We gaan nog niet de hoek om, ja, aan het eind natuurlijk wel. Oké, en dan gaan we nu op de moeilijke hand draven op de lange zijde. Kijk hoe dat gaat. Even iets zien. We gaan nog een keertje draven. We zitten nu weer op de goede zijde. En dan gaan we even aanspringen. Niet in de bocht alsjeblieft. Nou ja, maakt niet uit. Doe maar. Dan gaan we aanspringen in galop. Even kijken wat ze dan doet. Oké. Leef je nog, Kim? Nou. Dat zijn we niet gewend van haar. Als we nu even kijken. We schrikken allebei. Dit doet Verona normaal gesproken dus niet. Doe maar even een vierkantje draven. Ja, nee, dat probeer ik. Maar ze wil heel graag naar jou toe. Ja, dat mag niet. Ze moet gewoon luisteren. Ja, het is wel mooi om te zien. Nou, probeer maar. Anders blijf je even op de volte. Ja. Maar wel een hele grote volte. Oeh. Zo. Oké. Vind je het eng? Nee, maar ik ben niet van de gewend. Nee, dat snap ik. Moet ik erop? Nee hoor. Het kan wel zijn dat ze last heeft van haar buik. Maar ze loopt goed. Nu naar die sprongen. Ik ben niet buik. Ja, dat kan wel zo zijn hoor. Ik had er maar een hele grote volte, heel even galopperen. Want ik zie niks aan haar benen, maar ik heb wel het idee dat haar buik niet lekker zit. Maar zo groot mogelijk. Die gaat er nou nu. Ja. En nu dan de moeilijke kant. Oeh, en toen lag Kim er bijna af. Gisteren heeft Verona, zoals jullie hebben kunnen zien, voor het eerst weer gegaloppeerd en gebokt. Dat was minder, maar ze deed het. En daar was ik best wel zenuwachtig voor om haar hier weer te laten lopen. En dat ging gelukkig goed. Alleen, nu is de dag erna. Hi paard. Dus, ik ga haar zo uit haar box halen. En ik hoop dat ze dan... Ja, jou ja. En ik hoop dan dat ze nog steeds... Waar ben je? Daar. Nog steeds goed loopt. Nou, ze lijkt wel in een goed humeur, dus dat is prima. Maar ja, ik maak me wel een beetje zorgen. En dat is misschien helemaal niet terecht, dus ik ga even de camera op een statief zetten en dan kunnen jullie zien hoe ze haar box uitloopt. Of je mijn jas niet op wil eten. Nee, die is niet eetbaar. Leek verder prima te gaan, dus daar ben ik blij mee. Ze had wel de hoofd wat omlaag, maar of dat dan is op stofzuiger over het erf of dat ze er vlot van heeft, dat weet ik niet. Ik heb haar even in de molen gezet en dan kan ik eventjes kijken hoe dat gaat. En ik kan er zien lopen zonder dat ik er voor of achter loop, dus daar ga ik nu naar kijken. Nou, in de molen zie ik eigenlijk ook niks nu, dus ik denk dat ondanks dat ze gisteren Kim er bijna afgegooid heeft en best wel
naar vond om te gaan galopperen. Dat ze toch in ieder geval van haar been niet zoveel last meer heeft. Of eigenlijk geen last meer heeft. Daar lijkt het in ieder geval op. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Vandaag gaan we wel gewoon stappen, niet rijden. En dan morgen gaat Kim weer rijden. Dus ja, dat. Update Kruppelheid. Vrouw staat voor het eerst weer los. Het is vandaag 6 januari. We hebben nu, even kijken hoor. Moet goed nadenken. We hebben... Kim heeft nu twee keer op haar gereden. Eén keer stapdraf klop, één keer stapdraf. Dan weer dag vrij. En ik heb nu één keer op haar gereden. Stapdraf klop. Ze dus natuurlijk last heeft van haar buik. Dat was gisteren. En nu heb ik haar dan voor de eerste keer los. Oh, en jij gaat lekker vliegen. En dat lijkt ook allemaal goed gaan. Ze gaat nu niet gelijk weer bokken en springen en moeilijk doen. Dus dat is heel fijn. Bij Kim, zoals je kon zien, was ze natuurlijk wel nog echt aan bokken. Ik denk dat ze pijn in haar buik had. Van de dierenarts heeft ze een darmontspanner gehad. Dat lijkt wel wat geholpen te hebben. Na het rijden gisteren kwam er een heleboel poep uit. Dus dat is ook goed. En nu weer een keertje los. Dus lijkt ze heel blij mee te zijn. Kan ze ook weer gewoon lekker even rollen. Even paard zijn. Ik denk dat we de goede kant op gaan. Maar we kijken het nog steeds even aan. En doen nog steeds rustig aan. Je hebt nu het hele verloop gezien van eigenlijk wandelen naar toch ook weer een beetje rijden. En dat ze dus ging bokken en niet zo lekker in haar buik was. Dat we koliekproblemen weer aan zagen komen. En dat was ook wel moeilijk natuurlijk. Want ja, je moet toch de balans vinden tussen je paard laten lopen voor de koliek. En niet haar been weer kreupel krijgen. Dus dat was een lastige. Maar ook dat hebben we opgelost. 6 januari was de eerste keer dat ik haar ook weer echt los durfde te zetten. Dus dat heeft ze hele lange tijd ook niet kunnen doen. En ze kon op een gegeven moment weer in de stapmolen. Dus langzamerhand heb je kunnen zien hoe het proces zich ontwikkeld heeft. Van eigenlijk bijna niks doen met haar, een beetje wandelen. En naar toch gewoon weer stapmolen, wandelen, rijden enzovoort. Dat hebben we dus tot en met 6 januari gedaan. We hebben de hele maand januari verder alleen nog maar gestapt, gedraafd en gegaloppeerd. Zijn langzamerhand weer bezig gegaan met toch wat meer werken. Dus weer wat meer aan de teugel rijden. Wat meer zorgen dat ze zich inspant. Wat langer draven, wat langer galopperen. Dus echt het opbouwen. En even kijken hoor. 27 januari hebben we voor het eerst weer een klein sprongetje met haar gedaan. En dat ga je nu zien. Het is zondagavond en er is hier springen geweest en toen dacht ik, laten we het maar proberen. Het is nog geen 1 februari, we komen 4 dagen tekort, maar het gaat eigenlijk heel goed met haar. Ze deed een beetje moeilijk, maar vandaag gaat het alweer een stuk beter. En zoals je ziet, beentjes gaan in ieder geval goed, dus dat is belangrijk. Nou, een paard heb ik goed gedaan, dus daar ben ik heel blij mee. En morgen even kijken hoe ze de box uitkomt. En als dat goed is, dan gaan we er genezen verklaren. Dit was de hele video van Kruppel naar Rad met Verona. En je hebt dus kunnen zien hoe we van eigenlijk alleen maar wandelen weer terug naar het springen ook gegaan zijn. De eerste keer was heel erg spannend. Inmiddels is ze ook in Oud-Gastel geweest en heeft ze daar gewoon weer een okser gesprongen. En ook daarna ging het goed. Dus ik durf nu te zeggen dat ze niet meer kreupel is. Dat heeft me wel van 14 november tot en met 27 januari gekost om dat gewoon weer te kunnen zeggen. Ik ben er wel ontzettend blij mee natuurlijk. En ik moet wel zeggen, ik ben natuurlijk aan de voorzichtige kant. Ik kies er liever voor om een paar weken langer te stappen of te wandelen of wat dan ook. Dan dat ik de kans heb dat ze weer kreupel wordt. Dus wil niet zeggen dat dit voor alle paarden zo is. Wil ook niet zeggen dat je maar moet doen wat ik gedaan heb. Beste advies is natuurlijk, ga naar een dierenarts en laat die er naar kijken. Ga naar een kliniek en laat die er naar kijken. Ik heb je laten zien hoe wij dat aangepakt hebben. Of ik. En uiteraard ben ik enorm geholpen door heel veel mensen die ook met haar gestapt hebben. Want het is natuurlijk vrij intensief. Geeft niet. Maar Verona kan alles een beetje, ja, een beetje depressief worden. En dat willen we natuurlijk wel helemaal niet. De eerste keer dat ze weer de trailer in mocht, toen sleurden ze zo ongeveer mee. Ze zijn afgelopen woensdag naar Oud-Gastel gegaan. Nou echt, ik hing zo achter haar. En ja, ze was gewoon super blij om gewoon weer iets te kunnen gaan doen. Ik weet ook niet hoe dat precies in een paardenhoofd gaat. Maar blijkbaar was dat wel een dingetje voor haar. In Oud-Gastel heeft ze, wat ik al zei, oksers weer gesprongen. Nog niet heel veel.
maar wel alweer echt gesprongen. En ook daarna ging het eigenlijk gewoon prima met haar. Dus we kunnen zeggen, ze is genezen. Heb jij andere ervaringen met kreupel waar ik of andere mensen iets aan hebben? Laat het alsjeblieft hieronder achter in de comments. Want daar kunnen we allemaal van leren. En deze video is echt bedoeld om met elkaar een beetje te kunnen praten over kreupel zijn. En hoe ga je daar nou mee om? En de zorgen die je hebt. En waar maak je je druk om? Dus echt om een beetje ja, samen daarover te praten. Hoe snel ga je naar een dierenarts? Hoe snel zet je een paard op de foto? Allemaal dat soort dingen. Dus laat vooral jouw ideeën daarover hieronder achter. En dan kun je in de weekvlogs gewoon weer kijken hoe het verder met Verona gaat. Ik wil je heel erg bedanken voor je geduld om te kijken naar deze hele video. En ik zie je heel graag in een volgende video. Doeg!